podcast van deze Gamers. Ik ben Roy en vandaag heb ik een unboxing van mijn nieuwe videokaart. Het is de GeForce GTX 760 Twin Frozer. Ik heb nu de 65 Twin Frozer, dus het is een 2 generatie upgrade. Als je zegt, ik ben je troep in mijn kamer, maar weet je. Even kijken of we dit open gaan maken. Jou denk ik. Zo. Het is gisteren besteld en hij is vandaag gelijk binnengekomen, dus dat is mooi. Dat lukt met één hand, denk ik niet. Oké, daar ben ik weer. Ik heb een doos nu opengemaakt, even kijken. Hier zit het in of zo? Nee toch? Lijkt me sterk. Nou, hier zijn de kabeltjes, oké. Hier zit de Quick User Guide, dat hebben we niet nodig. Dit is de installatie waarschijnlijk. Ding om je videokaart te steken vanaf GP of VGA. Stroomkabeltjes volgens mij, of dit zijn stroomkabels, ik weet niet precies wel wat het zijn, maar ik kom er zo meteen wel achter. Oké, dan gaan we nu naar het grootste gedeelte van het unboxing, de ster van de show zoals ze het zeggen. De videokaart zelf. Was de doos leeg, ja. Dit is hem, ik zal hem even openmaken. Zo. Oké, daar ben ik weer. Dus hier zie je hem. GTX 760 Twin Frozer Edition. Let me see. Dus wauw. Al die blauwe dingetjes er nog op. Dus ik ga hem even installeren in mijn pc vandaag. Het gaat nog een half uur duren. Moet even helpen. Ik vraag aan een vriend van mij. Waarschijnlijk gaat hier de pinnetjes in en dan ben ik klaar. Dus ja. Bedankt voor het kijken van deze unboxing. Wordt maar een korte video. Maar dit is mijn nieuwe videokaart. Waarschijnlijk komt ook een nieuwe processor aan. Maar ik weet niet of dat gaat unboxen. Want dat is natuurlijk een heel gedoe om te installeren. En dat laat ik waarschijnlijk doen. Dus jongens, bedankt voor het kijken van deze video. Vond je hem leuk? Geef het een like. En dan check je jullie bij de volgende video. Later jongens.